Yo, daar zijn we even weer. Ik kan wel even vertellen van die motorzaak. Met een videootje wat ik erop heb gezet. Het is allemaal wel leuk met motoren, maar sommige motoren die vond ik allemaal een beetje op elkaar lijken. En ik schrok enorm van de prijzen. Of dat aan mij ligt, dat weet ik dus niet. Maar ik vond ze echt duur. Als ik kijk wat ik voor deze motor betaald heb, zulke bedragen zag ik daar niet staan. Dus ja. Maar zo ziet het er toch bruut uit dat hij op die middenbok staat. Achterwieltje van de grond. Ik vind het gewoon een tof ding. Deze gaat ook nooit meer weg. Echt niet. Die blijft gewoon staan. Kijk, ik zet hem altijd even op de zijstander voordat ik opstap. Dat is heel belangrijk. Als je je motor op de middenbok hebt, je gooit er van de middenbok af. Terwijl jij nog niet erop gaat zitten. Dan zou ik de zijstander uitklappen en dan kun je hem gelijk op de zij zetten en dan opstappen. Maar als je opstapt op een motor, maar de zijstander niet van uit is en je verliest je evenwicht, dan lig je hoor. Dus je gewoon eerst op de zij zetten, dan opstappen en dan motor recht zetten en dan zijstander inklappen. Dat is de beste manier, geloof mij maar. Maar wat kan je even zeggen van die motor? Ja, het stond een leuke spul ertussen. Kawasaki, Aprilia. Ik vind van alles en nog wat. Nee, prijzen jongen, niet normaal. Gigantisch veel geld. Als ik kijk wat ik heb betaald voor deze motor. En dan heb ik ook nog een Mercedes erbij. Een oldtimer. Dan heb ik nog genoeg geld over. Om dus een keer nagaan. Dus dat... Kijk wat die auto gaat doen. Nou. Zo. Maar in ieder geval, ja, die prijzen, daar schrok ik dus gewoon van. Dat zal wat te maken hebben met de tijd van het jaar, jongen. Dus die gasten die gaan alles verhogen. Maar dit is wel een leuk weggetje. Ik ga hem gewoon een beetje rustig rijden. Gangetje van 70. Er zitten mooie bochtjes in. Ik heb hem nou gewoon in de vijfde versnelling heb ik hem nou gewoon, hè? Zoveel koppel heeft dat ding. Hij staat gewoon in de vijf. Dan is hij ook heel zuinig volgens mij. Zit je heel laag in toeren. Het is gewoon leuk joh, leuk. Ik hoef niet zo'n motor te hebben die zo soepeltjes loopt. Net of dat je, ja hoe noem je dat, net als een V8 of zo. Zo'n auto die heel soepeltjes... Er moet een beleving in zitten. Motorrijden moet een beleving zijn. Dat is wat ik van motorrijden hou. Kijk, ik zou ook wel zo'n scooter. Dat lijkt me ook een keer lachen om zo'n Gilera runnen te rijden. Gewoon een keer voor de fun. Misschien dat ik al even een keer ga kijken op Marktplaats. Of er ergens eentje te koop staat. En of ik een testritje op mag maken. Dus als ik die ene scooter niet had, die Kimco of Keimco, wat je ook wil noemen, dan had ik misschien nog wel een runnetje willen kopen. Gewoon voor de baai. Lijkt me gewoon lachen. Maar deze doe ik in principe niet weg. Dit is gewoon zo'n goede motor. Hij staat nu op 61.500 kilometer en als ik kijk wat ik ermee heb gereden, in principe heeft hij me nog nooit stil laten staan. Eén keer heeft hij me stil laten staan, maar het bleek dat de accu werd niet goed opgeladen. Gaf die een fout daar, code 46 in het display. Ik kijk er en het bleek accu wordt niet opgeladen. En toen had ik hem al uitgezet, dus ik kon niet meer starten. Dus toen ben ik naar een huis gegaan en toen heb ik de auto, via een auto van mensen heb ik hem overgestart. Om met twee draden. Ja, dat kan ook met de startkabels, maar dat kan ook gewoon met twee losse draadjes hoor. Dus zoveel stroom gaat er niet over. Maar ik zei, dat is het enigste. Het is een mooi weggetje hoor, dit hoor. Lekker even zo door de bochtjes. Ik heb het versier een heel klein beetje openstaan.
Want het is wat warmer al en een beetje wat frisse lucht hè, erbij. Dat is toch lekker? Stel je voor dat je zo'n dikke windscherm voor je hoofd hebt zitten. Dat is ook niks. Dan krijg je helemaal geen wind in je gezicht. Dat is toch niet leuk? Je moet toch een wind in je gezicht hebben? Dan moet je zo gaan doen of zo. Of zo, of gaan staan. En deze ook, deze kun je gewoon op staan zo. Gewoon rechtop gaan staan, lekker een stukje rijden. Er zit een vette breed stuur op. Dikke brede footsteps. Met goede grip. Ideaal wel. Gewoon rechtop staan, door de bocht heen. Maar dan ga je vertraagd of zo. Hey. Soepel dingetje hoor. Ik rijd gewoon 80 bijna, ja, 77. Ja, hey. Kijk, als je een keer nat geregen bent en het is droog, dan moet je gewoon recht op je motor gaan staan. En dan waait alles wel weer schoon. Ik weet niet of de politie daar wat die ervan zegt. Zal het ook onder gevaarlijk rijgedrag zijn? Rechtop staan op je motor? Lijkt me toch niet? Ik had gezegd dat je zegt dat je last van je reet hebt of zo. Nou, ga eens even naar de piste. Heb ik dan? Nou, ik hier toch ben, dan kunnen we even een rondje Appingedam doen. Hè? Dan ga ik eens even bij de hangende keukentjes langs. Hè? Het rijdt het deel gewoon super. Uitkijken voor die kat. Miauw. Heuveltjes, alles. Geen probleem. Oh, hier ook een drippel, dan ga je weer naar beneden. Dat is allemaal niks. Ik vind er geen ene malle moe van. Ah, rustig rijden, lekker rustig genieten. De bevrijdingsdag. Vond ik even leuk om te doen. Ja. Hoi, busje. Na. Ik weet nog hoe ik bij die hangende keukentjes kan komen. Oh, mevrouw. Mevrouw, kijk, kneep de oren. Proberen ze dicht te doen. Maar dat wil niet, hè? Met je handen is te houden. Nou, die vlag is groter dan het hele huis. Jongen, wat een vlag, man. Als die hem half stok raakt, dan raakt hij de grond, ja. Hey, dat zijn normale vlaggen. La. Te koop, te huur. Uitkijken, nou achteruit rijden op je bureau van auto. Moet je vooruit kijken. Nou, ze heb je wel een mooi nieuw stukje weg erin gegooid, hier zie ik al. Valt me niet mee, valt niet tegen bedoel ik. La. Het is toch zo lekker hè, motorrijden, dat is toch zo leuk. Eigenlijk is dat gewoon super beter als een autorijden, dat heb ik al vaker gezegd, maar heel veel mensen die weten dat niet of die zijn bang. Maar als je bang bent, dan kun je ook in de auto kun je ook bang zijn. Ja? Tegenwoordig met al die knopjes, dan word je al bang. Weet je niet welk knopje je moet indrukken.
Nou, dan gaan we allemaal even op de rem staan hier. Dat is heel goed. Daar staan ook een paar dikke oldtimers, zie ik al. Misschien, ja. Ga jij er maar af. Yo, dan kunnen wij weer gaan kakken. Ja, ik zal even kijken of ik hier even langs kan. Door mijn straatje heen knakkelen. Maar dan kan ik op de hangende keukentjes kijken. Hè? Oh, dit is toch geregeld kijken wat er veel lawaai op uitlaat komt. Nou. Bala bala. Daar gaan we hier eens even op, denk ik. Ja, dat doen we wel even. Even zien, hoor. Ze hebben hier daar. Wat was dat nou dan? Daar. Door. Nou, dan moest ik van de andere kant zijn. Dan moet ik maar door dat nauwe straatje heen. Maar dat doe ik vanavond misschien wel. Dan is dat toch een politie. Ik ga nu eens even kijken. Wow, wow, autootje. Nou, dan wou ik het hier even maar laten. Misschien dat ik later nog wel een filmpje opneem. En ik zou zeggen, geniet van de dag. En want het is een mooie dag.